Geen mist in Nijmegen en NEC heeft na 18 wedstrijden in deze competitie al evenveel punten als na 34 wedstrijden in de vorige competitie. Dus wat dat betreft kan het seizoen voor NEC niet meer stuk. RBC kreeg een pak slaag afgelopen zaterdag met 6-0 in Eindhoven van PSV. En hier gaat de bal op de stip. Het slachtoffer Vos, de dader Zonneveld, die krijgt geel. En vanaf 11 meter mag RBC proberen op voorsprong te komen. De beslissing is van Hulten en het slachtoffer zelf voor de executie. Vos verzuimt zijn ploeg op voorsprong te schieten. Het gebeurt na 23 minuten voetbal. En dat is niet slim. Opnieuw RBC. Veel NEC'ers achterin. En zomaar opeens voor Gentenaar opnieuw de kans voor RBC. En evenals zojuist bij de counter van Vos is RBC opvallend gevaarlijk in de Goffert. Hier opnieuw. Hertog, goede steekbal. Blinker. En twee man bij de tweede paal die bal graag hadden willen hebben van Regie Blinker. Ax, sneller dan zijn directe tegenstander. Moens. Na zijn tegenvallend debuut, althans het debuut voor hem viel tegen PSV. Hier nog steeds op de nul. Oscar Moens. Blij dat hij weer aan keeper toekomt. Koning verdedigt even uit, maar niet voldoende. En wie is hier eerder bij de bal? Is dat Blinker? Ja, dat is Blinker. Hij komt inlopen, Gentenaar komt uitlopen. En uit de kluts, zonder dat, nou ja, is het een overtreding? In ieder geval van Hulten telt de goal. En een minuut voor rust komt RBC op voorsprong. Tweede helft. Een stevige muur. Er wordt geappelleerd voor Hens. Maar het wordt niet gegeven. Zonneveld. Kijkt hoe NEC aanvalt. Maar de ruimte ligt aan de andere kant bij Vos. Henk Vos. Gentenaar. Vos. 0-2. Hij mist voor rust van 11 meter. Maar 13 minuten na rust doet hij dit prachtig. En tot verbazing van velen in Nijmegen leidt RBC. Wisgroof mee naar voren. Heeft die bal teruggelegd op Van Rijswijk. Wisgroof. Christoph. Schulp die bal binnenhoudt. Christoph en het is 1-2. Goeie goal. Zijn 12e in deze competitie. Hier lijkt die bal achter te gaan, maar Schulp reageert heel attent. En er komt ook Veldman te laat. 3 minuten na de 2-0 van Vos is het 1-2 van Rijswijk. En het lijkt erop alsof NEC na rust wakker is geworden. Vrije trap, vol strafschopgebied. En uit de kluts Wisgerof. En zo verdwijnt de 2-0 voorsprong van RBC als sneeuw voor de zon. 10 minuten na de goal van Christoph, nu Wisgerof. Een kluts, maar wat doet het ertoe? En ik kan me voorstellen dat er enig onbehagen is bij Maaskant. En NEC wil voor de volle winst. Christoph half, Zonneveld. En Bakboord blijft heel rustig en verdedigt keurig uit. Koostra dan invallen, krijgt zojuist de bal van Vos. Die krijgt de bal terug. En Vos ziet Kas. Laatste minuut van de wedstrijd. Gent eraan geklopt. Die staat halverwege. En dan kun je als doelman niet meer vooruit en niet meer achteruit. RBC wint heel verrassend in de Goffert met 3-2 van NEC. En dat komt door deze prachtige treffer van Kas. Thank you.